Nou, ze hebben destijds dit enorme kantoor hier in Amstelveen nieuwbouw hebben ze gehuurd. 56.000 meter. En ze ontdekken nu dat het eigenlijk te groot is voor ze. Denkt u dat ze kans maken om het te verhuren? Ik denk dat dat in de huidige markt best heel moeilijk is. Zo'n groot volume. Het is natuurlijk wel een nieuw kantoor. Maar het is ook een locatie die niet noodzakelijkerwijs heel aantrekkelijk is. Maar hoe werkt zoiets dan? Is zo'n gebouw, gaat het imago van KPMG aantasten? Ik denk dat men niet zomaar uit dit gebouw weg kan. Omdat men dus een huurcontract heeft van 12 jaar in 2009 gesloten. Ja. Dus ze zitten hier nog voorlopig aan vast. Ja. Dus ja, ik denk dat ze het liefst het een beetje onder de pet hadden willen regelen. Een nieuwe huurders in dit gebouw. Maar dat is allemaal naar buiten gekomen deze week. In 2019 mogen ze pas meters afstaan, hè? Ja, er zit dus een clausule in het contract. Dat is ook gewoon te lezen bij de website van de eigenaar, een Duitse belegger IVG. Ja. En daar staat dus dat ze binnen 10 jaar kan dus KPMG kan de huur opzeggen voor 20.000 meter. En dat betekent dus 2019, dus over ruim 4 jaar, ja, zouden ze dus 20.000 meter in ieder geval gewoon kunnen afstoten. Ja. Wat zou u doen als u de directeur van KPMG was? Nou, ik denk dat het op zich heel logisch is wat men doet. Men constateert dat men te veel kantoorruimte heeft. Dat geldt overigens niet hier alleen in Amstelveen. Men heeft dus vele vestigingen in het land. Dus het gaat om vele tienduizenden meters. En men bekijkt hoe men daar andere bedrijven in zal kunnen loodsen. Ja, het is nu crisis. Er staat in Amstelveen met name duizenden vierkante meters kantoor leeg. Raken ze het wel aan de straat, zijn er kwijt? Nou, het is wel een kantoor wat dus nieuw is. Hè. Het staat er nog maar een paar jaar. Ja. Dus het is alleen wel een heel grote metrage. Ja. Het staat hier ook nog wel, ook in de onmiddellijke nabijheid, ook nog wel een en ander te huur. Ja. Dus ik denk dat vooral het probleem is het grote volume wat men nu probeert in één keer aan die markt te slijten.